Goeiedag. In veel delen van ons land geldt vanaf vandaag een hitteplan. En dus letten zorginstellingen en huisartsen extra op bij mensen met een kwetsbare gezondheid. Denk dan aan oudere baby's en mensen met overgewicht. Vandaag loopt de temperatuur al op tot 30 graden of meer. En dat betekent puffen en zweten. Hot town, summer in the city. Back of my neck getting dirt and gritty. Bend down, isn't it a pity? Doesn't seem to be a shadow in the city. All around, people looking half dead. Walking on the sidewalk harder than a match here. Wat vindt u van zo'n dag, zo'n tropische dag? Helemaal niks voor mijn handel. Nee? Nee. De mensen willen geen bloemetje meer kopen? Nee, met deze temperaturen niet, hè. En jij bent een van de weinigen die echt goede zaken doet, als ik het zo zie. Ja, met dit weer gaat het gewoon heel goed, weet je wel. Mensen hebben allemaal dorst en vitamintjes tekort op dit soort dagen. Dus ja, dan gaat het vrij snel. Het is vreselijk warm hier. En we doen ons best. En meer kunnen we niet doen, dus ja. En hoe houdt u het hoofd koel op zo'n dag? Wij drinken water, tropische fruit. Gewoon continu blijven drinken. Geen doen? Nee, het is echt warm. Ja, en ook de rest van de week is de kans dus groot dat hoge temperaturen van boven de 30 graden worden gehaald.